Hallo iedereen en leuk dat jullie opnieuw kijken naar een nieuwe aflevering van Goed Bezig. Zoals jullie ondertussen wel weten, is dit een programma waarin Matthias en ik praten met inspirerende mensen over hun ondernemersparcours. Klopt. En zoals altijd heeft ons programma één centrale gast. Die is trouwens net aangekomen hier in ons bierkasteel in Izegem. En hij stelt zichzelf voor in onze elevator pitch. Hallo, ik ben Hannes Koedenies en de meeste mensen kennen mij misschien van Ugly Belgian Houses. Maar ik ben ook zaakvoerder van twee bedrijven. Eén daarvan is Hooray, een creative agency in Brussel. En wij bedenken eigenlijk heel toffe campagnes voor artiesten, maar ook bedrijven. Het andere bedrijf is Maansafari. En dat is een Instagram- en TikTok-museum met vestigingen in Brussel, Antwerpen en sinds kort ook Rijssel in Frankrijk. We willen eigenlijk de branche van retailtainment verder veroveren. En daarom zijn we momenteel op zoek ook naar investeerders. Maar ik vertel graag alles aan Matthias en Jeroen. And we are never going home. Welkom. Dank u. Ça va? Oh, goeie zetels. Dat zit goed, hè? Zeg, als mensen op zoek zouden zijn naar een creatief persoon en dan eens een keer gecombineerd met ondernemerschap, dan zitten we bij jou wel aan het juiste adres, denk ik. Ik hoop het. Ja, en niet één onderneming, meerdere. Misschien kunnen we starten bij jouw Creative Digital Agency, Ray. Vertel eens kort. Kort. Ja, nee, we bedenken goede, leuke campagnes voor klanten als Knokkenheist, het Mas, Technopolis, Battlecard. En we hebben daar altijd vooral een digitale insteek meer. En heel veel bedrijven vragen ons om dingen te doen op TikTok, Instagram. Heel veel influencerwerking. We maken soms ook videoclips. We designen soms ook trams. Dus het is offline ook. Het hoeft niet alleen online te zijn, maar gewoon altijd wat het beste kanaal is om je verhaal te vertellen. De mensen thuis kennen jou mogelijk ook van een ander projectje. We mogen dat misschien wel een uit de hand gelopen obsessie noemen. Obsessie? Het lijkt misschien wel zo, hè. Ja, ja, vertel eens. Lelijke huizen. Ik ben opgeroeid in een heel klein dorpje in Veldegem, in West-Vlaanderen. En ik ging in Brugge naar school. Ik moest elke dag met de fiets de Torhoutse Steenweg afrijden. Dus 18 kilometer dat ik verplicht werd om op chaos te kijken. Dus ik zag daar een parking, een carpetland, dan een hacienda, dan een kerkhof, dan een fermette. En dat heeft mij op een of andere manier altijd heel veel pijn gedaan aan de ogen. En ik heb er blijkbaar een trauma van opgelopen. En toen ik een jaar of 10, 12 geleden daar, heb ik daar eens gewoon een foto van gepost en online gezet. En dat Ugly Belgian Houses genoemd. En dat was meteen nogal succesvol. En omdat ik blijkbaar niet de enige was in België die vond dat wij hier heel wat lelijke dingen hebben staan. En dus begonnen met een website, dat is een Instagram-pagina, dan een boek. Ondertussen ook aflevering op Iedereen Bloem, 2 seizoenen gehad. Ja, ja. Een nieuw boek die er nu is. Ik ben net lezingen gaan geven in Parijs en Amsterdam over lelijke Belgische huizen. Heel de wereld is gefascineerd door onze lelijkheid. Ja, we mogen jou bijna ook een serieondernemer noemen, hè? Want veel verschillende projecten. En naast Ray ook nog een andere venture, Smile Safari, een museum waar dat mensen naartoe kunnen gaan om leuke settings te vinden voor TikTok en Instagram foto's. Ja. Hoe ben je daar opgekomen? Eigenlijk heel simpel gezien in Amerika. Daar heb je het Museum of Ice Cream, was eigenlijk de allereerste die er niets beter had opgevonden om een museum te besteden aan de ice cream, aan het ijsje. Maar dan eigenlijk met fotosettings, waar je als je binnenkwam eigenlijk in een sprinkles bad kon springen, heel leuke foto's kon nemen. En ik zag dat daar gebeuren in Amerika. Ik dacht van, dat is geniaal. En dat is een soort experiences en sowieso heel belangrijk. En in wat we doen met Hooray, we hebben voor Neckerman gewerkt nog. En je merkte dat jongeren, als ze op reis gaan, dat voor hen, ze kijken soms de voorhand al, ziet het er daar wat goed uit? Zijn daar leuke spots waar ik leuke foto's kan nemen? Ik weet niet of je ooit in LA bent geweest, maar je hebt er bepaalde spots waar mensen staan aan te schuiven om een foto te nemen. Gewoon omdat de muur roze is, omdat er vleugels staan. Dus het was wel een trend die overal een beetje opkwam. Is dat iets trouwens dat je nodig hebt? Echt in de wereldplekken gaan opzoeken om je creativiteit
kwijt te kunnen? Of misschien inspiratie op te doen? Dat is, de wereldplekken zijn fantastisch om inspiratie op te doen, maar in de velden gaan lopen doe je ook heel veel inspiratie op, omdat je daar net geen input of weinig input krijgt en dat je ook getriggerd wordt, of dat toch ook die rustig ook wel creativiteit kan... En het museum is in Brussel, hè? Dat kunnen altijd... Ja, dus Smart Safari is dus inderdaad een museum. We zijn 2 jaar geleden hebben we de eerste editie gestart in Brussel. Nu zitten we bij een Anspach Shopping in Brussel. We hebben nu net een locatie geopend in Rijssel in Frankrijk en tegen de zomer zullen we ook in Parijs een openen. Oké, dus die kunnen we nog allemaal gaan bezoeken. Ja. Perfect. Goed, Gannes, daar praten we zo dadelijk verder over. Maar eerst tijd voor onze volgende rubriek, Was Dat? Absoluut. En daarin laten we elke aflevering een vaak gehoorde, maar vaak ook niet begrepen vakterm uit de ondernemerswereld uitleggen door onze huisspecialist. Klopt. En deze week heeft Thomas het over Single Invoice Financing. Jouw onderneming, hoe groot of klein die ook is, heeft een cashflow. Een in- en uitgaande geldstroom. Idealiter is die stroom mooi in balans. Maar al te vaak, zelfs bij gezonde bedrijven, wordt die bedreigd door uitdroging. Zo kan de situatie zich voordoen dat je dringend een paar stevige leveranciersfacturen moet betalen, maar dat je zelf nog op 20.000 euro van klant X aan het wachten bent. Dat is balen. Een orgaan verkopen staat ook niet echt in je businessplan. Single invoice financiering kan jouw lifesaver zijn. Single invoice financiering is het principe van je eigen facturen door te verkopen aan een onderneming of een particulier die wel meteen betaalt. In ruil voor die snelle cash geef je de partij in kwestie natuurlijk wat korting. 19.000 euro in plaats van de oorspronkelijke 20.000. En je klant X die stort het oorspronkelijke saldo van 20.000 euro op een later moment op de rekening van je lifesaver. En zo is de cirkel perfect rond. Met een waanzinnige win-win-win tot gevolg. Jij hebt gelukkig snel je geld, 19.000 euro. Jouw leveranciers kunnen een betaling van hun factuur verwachten. Woehoe! En die lifesaver van je, die ontvangt 20.000 euro van klant X en verdient dus zomaar even 1.000 euro voor het snel ter beschikking stellen van geld. Er zijn verschillende online platformen waar je je op kan inschrijven om lifesavers te vinden. Of om het minder fout te doen klinken, waar je facturen kan doorverkopen om aan single invoice financiering te doen. Single invoice financing, weer glashelder uitgelegd door onze huisspecialist Thomas. Inderdaad, Matthias. Maar nu even terug naar jullie business, hè. Hooray. Oké, jullie doen ook offline acties vanzelfsprekend, maar voor een groot stuk ook online digitale acties. En als ik het goed begrepen heb, is alles rond de influencerwereld ook wel iets waar jullie veel mee bezig zijn. En de laatste tijd best wel een vaak besproken onderwerp, hè, influencer marketing. Ja. Nu, neem ons even mee in die wereld. Kunnen we daar eens een keer induiken? Hoe werkt dat nu eigenlijk? Influencer marketing is heel simpel. Ik geef het voorbeeld voor altijd. Koen Wouters is een bekende mens. Koen Wouters adverteert voor meubels. Astrid, geen idee voor wat dat is, nee. Maar hij doet dat vaak. En in feite zijn mensen die online bekend zijn, doen hetzelfde als Koen Wouters. Dus ze maken ook reclame voor een bepaald product en ze krijgen er geld voor. Het is alleen zo dat er heel veel... Het is troebel voor mensen. Mensen zijn heel vaak jaloers. Mensen vinden mensen die influencers zijn sell-outs. Terwijl het eigenlijk een heel normale business is. Als je 20.000 volgers hebt, je hebt 50.000 volgers, je hebt 100.000 volgers, dan ben je waardevol. Omdat je een community aanraakt, ja, hebt die bepaalde mensen niet meer kunnen bereiken. Dan heb ik het over adverteerders die op televisie niet meer de doelgroep bereiken die ze willen bereiken. Omdat die gewoon niet meer kijken. En mag ik zeggen dat jij ook zelf een influencer bent daarin? Of? Ik word heel veel benaderd als influencer, gewoon omdat het zijn niet alleen... er is een probleem misschien met... Er zijn mensen die zich influencer noemen en dat is hun enige goal om influencer te zijn. En die proberen daarop te scoren en likes en volgers binnen te halen. En sommigen lukt dat. Maar de meeste influencers die iets betekenen, hebben uiteraard zijn bekend omwille van wat ze doen. En niet alleen omdat ze influencer zijn. Want inderdaad, het lijkt misschien heel makkelijk. Hè? Een foto posten, ja, en daar zoveel likes op krijgen en dan, ja, daarvoor woekerbedragen betaald, ja, worden. Maar ik denk, het is niet allemaal zo professioneel geregeld zoals het moeten zijn, denk ik. Hè? Het is momenteel...
is het eigenlijk een beetje het Wilde Westen. Ja. Dus de ene vraagt zoveel, de andere vraagt zoveel. De ene is professioneel, de andere is niet professioneel. De ene houdt zich aan de regels, want als je adverteert, dan moet je eigenlijk je houden aan reclameregels ook. Als je iets post, dan moet je daarbij zetten dat dat reclame is of dat het een sponsored post is. Maar daarom zijn we ook bezig nu voor het kabinet van minister Dalle om een influencercode op te zetten. Dus we zijn nu eigenlijk bezig om een aantal experten die we aan tafel hebben gezet om eigenlijk een soort van code, waar moet een influencer zich aan houden, wat kunnen ze doen, wat zijn belangrijke pijlers voor hen. En met dat kernteam hebben we nu een heel aantal pijlers opgezet en nu gaan we dan een brede bevraging doen bij alle influencers en dan gaan we hopelijk in het voorjaar met eigenlijk een eerste influencercode kunnen komen. Right. Ja. En misschien een urban legend de wereld uit helpen, worden alle influencers voor al hun posts betaald? Nee, totaal niet. En rijk worden, je moet echt al heel veel volgers hebben om echt ervan te kunnen leven. Om het goed te doen, je moet echt al impact hebben. Veel mensen worden vaak wel betaald voor een post, maar het is niet omdat je één keer betaald wordt voor een Instagram post voor 500 euro. Zo, dat je plotseling inderdaad miljonair bent. Ja, voilà, het is dat. Ja. Oké, ik denk, Hannes, tijd om even de grid erbij te halen. De grid is eigenlijk een scherm met 10 woorden op en achter elk woord staat er een bepaalde stelling over ondernemerschap. Dus jij mag er eentje uitkiezen. Vlog 2050 euro. Mindset. Alright, mindset. Dus zoals Matthias net zei, achter elk woord hangt een stelling. En achter het woord mindset hebben we, om succesvol te zijn, moet je altijd business-minded zijn. Hannes, ben je daarmee akkoord? Ja en nee. Oké. Waarom wel? Waarom wel? Omdat het interessant is als je als ondernemer met je ondernemersblik naar dingen kan kijken. Ja. Omdat je dan heel snel weet van hier zit iets in of hier zit iets niet in. Maar net niet business-minded kunnen zijn en bevrijd zijn van business-thinking is super waardevol en is nog, maakt je veel succesvoller nog, denk ik. Ben je vaak bevrijd van business-thinking, business-minded? Heel vaak, ja. Als ik ga lopen, als ik lelijke huizen ga gaan fotograferen, als ik met mijn kinderen bezig ben, ik ga soms eens gaan racen op Francorchamps met iemand die dat ook graag doet en dat is fantastisch en dan denk je daar totaal niet aan. Dus ben je iemand die eerder wel business-minded is of eerder niet business-minded? Eerder wel. Eerder wel. Ja. Oké, Hannes, ik denk dat het tijd is om er nog iemand bij te halen. Hè? Absoluut. En jullie weten dat ondertussen al wel, maar naast onze centrale gast nodigen we ook elke week een tweede gast uit. Doorgaans iemand die al wat meer kilometers op zijn ondernemersteller heeft staan. Dat klopt. En deze aflevering is dat ook niet anders. Vandaag ontvangen we niemand minder dan medeoprichter en CEO van het bijzonder succesvolle softwareplatform Showpad. Maak alsjeblieft een daverend applaus voor Pieter-Jan Bouten. Hey Pieter-Jan. Hallo. Welkom in ons bierkasteel. Ja, waren al een keer geweest hier in Isehem? Nee, eerste keer. Maar ik ben al in Isehem geweest, maar dat is lang geleden. Nog niet in bierkasteel? Niet in bierkasteel, nee. Okido. Showpad, ja, geen kleine speler meer. Heel wat financiering opgehaald. Kantoren in verschillende landen. 8 had ik begrepen. Ja. En nu ga ik ook een heel moeilijk woord gebruiken. 100 miljoen annual recurring revenue, of omzet eigenlijk. Ja. Maar vertel een keer Showpad. Wat doen jullie eigenlijk? Showpad is eigenlijk een platform om verkoopsteams efficiënter te laten werken. Zorgen dat ze gemakkelijk de juiste informatie vinden, dat ze gemakkelijk kunnen laten zelf personaliseren voor de klant, delen. Ja. En dan krijgt het marketingteam heel wat data, cijfertjes, analytics, grafiekjes. En zo kan dan het verkoopsproces verbeterd worden. En wij koppelen eigenlijk dat content management platform voor verkoopsteams ook nog met een module om training, coaching te geven. Dus om sales nog sterker te maken. Nog sterker te maken. De klant die is veel slimmer, veel mondiger, die verwacht veel meer. Ja. En wij zorgen ervoor dat commerciële teams eigenlijk klaar zijn om die klant zo goed mogelijk te bedienen. Okido. En ik heb het al in veel kranten gelezen, jullie hebben ontzettend veel geld op gehad. Kun je of je de tel nog kunt bijhouden? Ik hou de tel niet meer altijd bij, maar het is veel. Ja. Ja, ik had het nog wel even opgezocht. 150 miljoen of iets meer moest het zijn. Het zal zoiets zijn. In ieder geval, mogen we zijn dat een beetje in het unicorn-landschap aan het vertoeven zijn? Of, Ja, unicorn-landschap. Uiteindelijk, unicorn, dat is de waardering dat de buitenwereld op het bedrijf plakt. De mythische waardering van 1 miljard. Ik denk dat we met Showpad daar hele mooie progress aan het maken zijn om daar naartoe te groeien. Ja. Maar dat is geen doelstelling op zich. Nee, maar inderdaad, om een beetje in dat landschap wel te gaan rondneuzen om te kijken wanneer je daar gaat zijn, dat zal wel de goal zijn, denk ik toch.
toch? Ja, de goal is om een ik noem dat een generational company uit te bouwen. Een bedrijf dat eigenlijk lange tijd kan verder bestaan, grote impact heeft op de maatschappij, op klanten, op werknemers. En zelf, want je doet dat met een co-founder, jullie zijn met twee, maar zelf investeert je ook in andere bedrijven. Kunnen we daar wat meer over vertellen? Ja, Louis en mezelf, dus Louis, mijn medeoprichter van Showpad, een jaar of 3-4 geleden zijn we beginnen investeren in andere starters. Een beetje het giving back principe of pay it forward, zoals je wil. Omdat ook, we zien heel veel enthousiaste ondernemers die ook goede ideeën hebben. En zo dragen we ook ons steentje bij om het ecosysteem te ontwikkelen. En doe je dat dan altijd samen effectief of soms ook een keer los van de meeste, 99% van de gevallen doe ik het samen. Ik denk dat we misschien één of twee investeringsjes niet samen gedaan hebben, maar eigenlijk altijd samen. Oké, een beetje een onafscheidelijk duo. Onafscheidelijk duo. En we zoeken ondernemers die ambitieus zijn, die in technologie, liefst B2B, dat is onze sweet spot. We hebben daar zelf veel ervaring mee met Showpad natuurlijk. Dat is leuk. En iets in de social media influencer regio ooit geïnvesteerd? Eigenlijk wel. Ik ben ook investeerder in Influo. Dat is eigenlijk een platform die helpt de connectie te maken tussen influencers en bedrijven eigenlijk. Dus een grensbedrijf. Oké, super. Dat wel. Ik denk dat we misschien even op die topics daar verder gaan doorgaan met Hannes in de studio. Oké, cool. Oké, super. Tof. Pieter-Jan, welkom in Goed Bezig. Hannes, jullie zijn geen onbekenden van elkaar, hè? Nee, ja. Ja, een jaar of 10 geleden. Eigenlijk is Hannes nog mijn baas geweest ergens, mijn opdrachtgever. Bij Studio Brussel. Toen moest er een app ontwikkeld worden voor de warmste week. Music for Life heette dat toen nog. En In the Pocket. Ik kende Jeroen en Pieter-Jan van in de Brugse regio van vroeger. Ja, ik heb het nog voor Showpad in the Pocket mee opgericht, samen met Jeroen Lemaire en ook met Louis. En we hebben toen een van onze eerste apps, mobiele apps, dat we gebouwd hadden, was voor Studio Brussel, de warmste week. En Hannes was een strenge opdrachtgever. En Hannes, heb je dan ook het ondernemersverhaal van Pieter-Jan een beetje gevolgd afgelopen jaar? Ik heb gezien hoe dat in the Pocket een vlucht heeft genomen en dat er op een gegeven moment Showpad is van afgescheiden. Maar echt een detail gevolg niet, nee, maar het is ook een heel B2B-business waar je in zit inderdaad, maar ik heb het wel gezien en tegenwoordig als ik aan Gent passeer zie ik heel groot het nieuwe logo van Showpad op de gebouwen staan. Ja, klopt, want een groot kantoor en veel kantoren waar veel volk werkt op vandaag, iets meer dan 500 was. Ja. Maar ik vond de stad dat wel een hele struggle is geweest om al die mensen op de juiste plaats te krijgen. Nu, om misschien met nog een moeilijk woord erin te gooien, employer engagement, dat is iets dat op vandaag heel hard speelt. Hoe staan jullie daar tegenover met Showpad? Ja, natuurlijk. In onze business, het is een cliché, maar mensen zijn het allerbelangrijkste. Natuurlijk, een bedrijf uitbouwen, we zijn met 500 mensen. Ze zitten iets minder op kantoor tegenwoordig dan vroeger. Maar het is natuurlijk een hele weg die je aflegt. Zowel als bedrijf, als ook ondernemer en ook als CEO, als leider van het bedrijf, hoe dat je omgaat met de groei, met de mensen, met het schalen van de werknemers die werken voor je bedrijf en zich elke dag inzetten. En het is een heel groot verschil. Een bedrijf met 10, 20 man waar dat iedereen elkaar kent. Ja, absoluut. Je weet de namen van de kinderen, de hobby's, alles. Tot een bedrijf met 200 man in elke uithoek van de wereld. Met heel veel verschillende persoonlijkheden. Crazy. Kunnen wij inbeelden? Dat is een hele journey. En dat is nog steeds een weg dat je aflegt. Dat is nooit gedaan. Hannes, is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Employee engagement, ondertussen ook wel een team van een aantal mensen. Oké, goed, misschien geen 500, maar alsnog... Nee, nog niet. absoluut. Ja. Mensen zijn het allerbelangrijkste, zoals dat Pieter-Jan zegt. Maar dat begint... je wordt groter en er veranderen dingen. Hè, waar je in het begin echt gewoon een soort van vriendengroepje bent, die elkaar 's nachts WhatsApp-berichten stuurt, komt er op een gegeven moment... tijd voor structuur en voor regels en elkaar respecteren en proberen rekening te houden dat niet alle mensen hetzelfde zijn. Dat is gewoon... dingen veranderen gewoon. Ja. En die engagement in een kleinere setting, die is heel hoog van nature. Uh-huh. Naarmate dat je goed als bedrijf, wij meten dat actief. Om de 6 maanden meten wij echt... We hebben een metric intern, employee engagement. Je hebt daar...
platformen voor die dat meten. En zo kan je een stukje objectiveren wel van ja, hoe zit het een stukje met het ja, engagement, engagement, hoe nauw verwant voelen de mensen zich met het bedrijf. En het is ook een mogelijkheid om aan werknemers om feedback te geven, anoniem, maar vooral ook te zeggen, kijk, waar kan het beter? En ja, dat is constant bijsturen, luisteren, ook inspelen op wat er gebeurt in de wereld. Ja. Zou elk bedrijf effectief zo'n een meting moeten doen? Ik denk, je moet een bepaalde schaal hebben. De meting, als je als jonge ondernemer start, is voor mij de meting zorgen dat je zelf tussen de mensen staat, zij het in persoonlijk of virtueel tegenwoordig, en luistert. Luistert en vragen stelt en interesse toont in je mensen en wat ze willen bereiken. Ja. We hebben het nu over onze medewerkers. Hè, en, maar eigenlijk zijn wij zelf ook allemaal een medewerker van ons bedrijf, hè, op een bepaalde manier. Hoe is dat voor jou als CEO van Showpad, die transitie doorgegaan is van een familiegroepje vrienden naar vandaag 500 medewerkers? Ja, je maakt een transitie door. De transitie als CEO voor mij had ook samen met een transitie privé en in je leven. Als ik Showpad begon, dan was ik 28 jaar, niet getrouwd, geen kindjes. Dan was werk het enige dat ook telde voor mij. Hè. Dag en dag bezig, 7-7. De transitie die je dan maakt als leider en hoe dat je opstelt. In het begin wou ik veel te veel ook de slimste van de ruimte zijn. En tonen ja, dat ik het waard was om de oprichter en CEO te zijn van Showpad en mezelf bewezen ten opzichte van alles en iedereen. En dan komt er een moment dat je beseft dat je eigenlijk het beste dat je kan doen als ondernemer is je omringen met mensen die ja, in hun domein de allerbeste zijn. En dat betekent ook dat ze beter gaan zijn dan jezelf op dat moment. En dat is soms moeilijk omdat dat is een stukje loslaten. Mm-hmm. En die transitie is dat vraagt tijd. En dat vraagt een paar keer met je hoofd tegen de muur lopen dat je jezelf dingen toe-eigent of iets zelf wil doen omdat je denkt dat je het beter kan. Maar terwijl je eigenlijk soms ook gewoon ja, de dingen moet loslaten en mensen het vertrouwen geven. En ook natuurlijk goede mensen aantrekken. En dat vind ik dat is ook de kunst van een mooi bedrijf uit te bouwen. Is ook gewoon zorgen dat je de juiste mensen aantrekt. En de juiste context en omgeving creëert voor je. Denk dat het voordeel is van mij dat ik al iets ouder... Allee, we zijn even oud, hè. Maar dat ik later begonnen ben, dat je die dingen makkelijker kunt wel loslaten. Terwijl dat je vroeger ook niet zou kunnen. Zo van, ik had wel doen. Want... Ja, kan ik het wel doen. Dat is een hele natuurlijke reactie. Omdat het is je baby. Jij steekt er je hart, je ziel, je leven in. En dan op dat moment is dat soms moeilijk. Je begint die eerste mensen aan te werven. Je ziet, talent komt binnen in het bedrijf. Maar als je hen dan niet de ruimte heeft, ja, dan ontplooien. Dan laat je veel liggen, denk ik. Hannes, ik weet niet of het jouw doel is om ook richting 500 medewerkers te gaan. Waarschijnlijk niet, denk ik. Maar als we dan een keer voor de zaken dat je aan het doen bent, een droom mag uitspreken wat de komende jaren mag uitkomen, wat zou dat zijn? Want er eigenlijk over voor de uitzending, Pietrian en ik, en dat is eigenlijk doel, geld en veel medewerkers, dat is... Ik heb al gezegd voor Hooray bijvoorbeeld, ja, 20 man is genoeg, maar wat kan ik daar nu over bepalen? Stel nu dat wij meer werken, maar als we met 30 zijn, dat kan me niet schelen. Dat is niet belangrijk, dat maakt niet uit. Het belangrijkste is gewoon om een goede tijd te hebben. En inderdaad, dat idee van generational company, dat vind ik ook echt heel boeiend en belangrijk. Dat je iets neerzet dat duurzaam is. Dat niet gewoon even opflakkert, even geld pakken. Nee, ik vind dat tof dat je iets duurzaam kunt bouwen. Alright. Wel, ons publiek zit hier niet voor niks. Dus ik stel voor dat we overgaan tot de publieksvraag. En als ik het goed begrepen had, had er ook iemand een vraag voor jullie. Alright. Vertel. Ja, inderdaad. Hallo. Ik ben dus Gianni. Ik vroeg me af hoe jullie als ondernemer omgaan met personal branding. Schakelen jullie daar dan bijvoorbeeld sociale media voor in? Of andere kanalen? Oké, guys, ik denk dat de vraag duidelijk is. Hoe belangrijk is voor een ondernemer sociale media? Hoe sterk moet hij daar actief op zijn? Misschien Hannes, jij bent daar de expert in. Expert? Voor mijn part moet je daar niet op actief zijn. Ik denk, personal branding, dat is zo'n ding waar ik nooit heb bij stilgestaan of zo. Ik heb daar ondertussen, krijg daar soms wel eens een vraag over, ja, personal branding, hoe pak je dat aan? Personal branding, ik ben er niet mee bezig. Dus dat is nooit een strategie geweest? Nee, tuurlijk niet. Nee. Dat is dat. Maar dat is handig, hè. Ik ga opnieuw Koen Wouters erbij nemen. Als Koen Wouters een bedrijf wil starten, heeft hij superveel geluk dat dan een BV dat een bekende kop heeft. Voor mij is dat ook handig, dat ik op televisie kom, dat ik een vlog heb.
ik merk dat er daar heel veel business uitkomt. En dus blijf ik dat wel doen, maar het is geen strategie van ja, ik moet dan gaan posten. Nee, het is gewoon iets wat dan natuurlijk in mij zat om zo'n beetje te willen opvallen. Ja, want Pieter-Jan, ik denk, hè, jij bent een paar social media kanalen, of je bent zelf weggegaan van een paar social media kanalen. Ja, in het beginjaar van In The Pocket, Showpad, was ik heel actief op social media, Facebook, Twitter, Instagram ook. Ik had er ook redelijk wat volgers. Maar ik heb toen op een bepaald moment, en voor mij, op dat moment was dat geen strategie, dat was ook gewoon, je zoekt mensen, dus oké, je post dat, had over je product, ja. Je deelt wel een beetje wat er omgaat in je leven. Maar dan op een bepaald moment merkte ik dat ik echt, Apple lanceerde hun insights, dat je kon zien hoeveel tijd dat je aan welke apps begon te spenderen. Screen time, ja. En toen, ik weet nog dat ik zat in de lift bij Showpad, ik ging naar het kantoor en plotseling merkte ik zo, ik schoot zo like, wakker uit een of andere droom. Ik zag dat ik zo op Instagram zat en ik zei van fuck, dat algoritme is hier nu echt gewoon mijn leven aan het overnemen. Dat ik op Instagram, zonder dat ik het bewust doe, al ik die telefoon uit en zit ik op Instagram te scrollen. En ik heb toen, anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden, gewoon Instagram van mijn telefoon gesmeten, Facebook ervan gesmeten. Ik zit nog een beetje op Twitter en LinkedIn, puur professioneel. Ja. Maar ik denk dat het is wel interessant. Ik denk wel, om op de vraag te antwoorden, ik denk wel als ondernemer is het wel belangrijk om je verhaal te brengen. Ja. En je dienst en je product wereldkundig te maken. En ook te zorgen dat mensen weten waar je mee bezig bent. Mm-hmm. En het helpt wel ook om... tenminste, ik denk dat wij dat allebei ook gemerkt hebben als je jong bent en je krijgt wel de kans om af en toe in de picture te komen, dat je op die manier ook wat credibiliteit opbouwt, dat mensen je kennen, vertrouwd overkomen. Klopt, maar we zijn net begonnen in Frankrijk en ik moet er ook van de toren blazen om een museum te promoten, maar niemand kent mij daar. Ja. Dus dan staat dat met die personal branding. Dus snap je? Dat is heel lokaal ook vaak, hè? Ja. Dus dan moet je het al worldwide beginnen aanpakken. We hebben het hier al vaker gezegd in deze zetel, wij denken soms... Ja, Vlaanderen op die paar vierkante kilometers. Het voordeel is natuurlijk dat je hier, als je naar Amerika gaat, kun je zeggen, ja, we werken in Vlaanderen samen met Samsung, Coca-Cola, H&M, Audi. Ja, we werken ook echt samen met hen. Terwijl je dat in Amerika zou moeten fixen, je moet echt een big player zijn om dat te kunnen fixen. Hè. Ik vind het hier heel gezellig, maar we zijn stilletjes een beetje aan het einde gekomen. Nu, we sluiten elke aflevering met eenzelfde vraag af. En die gaan we stellen aan jullie natuurlijk. Hoe houden jullie als topondernemers jullie energieniveau op peil? Hè? Hoe laden jullie de batterijen op? Misschien Hannes, jij eerst? Ik heb het al verteld, 1001 possibilities. Ik ga heel veel in op uitnodigingen om dingen te gaan beleven. Is het gaan racen, is het gaan lopen, is het een nieuwe stad gewoon even naartoe rijden, dat ik nog nooit naartoe geweest ben. Zo hou ik mijn energie op peil. En misschien ook, we hebben toch ook al een paar keer gezien, is de twee kids die voor toch ook wat misschien energie zorgen, maar misschien ook wat soms energie afnemen. Heeft immens veel energie. Pakt totaal niks af eigenlijk. Oké, super. Nee. Pieter-Jan? Ja, voor mij is dat, ik heb ook een gezin, 3 kindjes, dus dat heeft ook veel energie en veel te beleven altijd. Voor mij is het ook als ondernemer... Ik ben geïnteresseerd in heel veel dingen en sport en kite en kitesurfen en lopen en triathlons en ik heb nog een mountainbike wedstrijd meegedaan in de Alpen van de zomer. Ik doe heel veel, maar ik vind het soms ook interessant om na te denken om zo een keer... Ik ben ook wel altijd bezig met ergens in mijn leven zo simpel mogelijk te houden. Dus ik wil heel veel prikkels, veel doen, maar ik wil ook een redelijk simpel leven en cut away the noise. En dat is soms ook leuk. Wat doe je dan? Ja, en het is misschien dan meer... business-wise, maar dat houdt me net ook scherp. Ik probeer altijd ten gepaste tijd een keer te kijken naar mijn agenda. En soms kom ik dan tot de vaststelling dat er daar echt heel veel meetings in staan die er eigenlijk niet moeten instaan. Niet nodig. Ik heb nogthans een fantastische assistent en die blokt veel af. Maar je kunt u ook snel verliezen in heel veel nutloze meetings. Absoluut. En voor mij, nadenken over die tijd... Ja, zo goed mogelijk te besteden. En dat geeft ook energie dan. Zorgen dat je... een keer spontaniteit. Naarmate dat je bedrijf groeit en dat, je, dat allemaal wat groter en wat meer structuur. En dan heb je zo soms echt het gevoel dat je in een... Dat je zo in een flow terechtkomt dat niet meer jouw flow is. Ja, je wordt een stukje geleefd. En dat moet je vermijden. Ik ben geen ondernemer geworden om dat te beleven. Ik ben ondernemer geworden om...
mijn goesting te doen, te ondernemen, leuke dingen te doen met mensen. En ja, dat bewaken. Ik denk dat Matthias en ik heel blij zijn dat we wel nog een gaatje in uw agenda hebben om hier te zitten. Nee, voilà. Ik denk ook dat heel veel ondernemers zich kunnen herkennen in jullie verhalen en hopelijk ook wat geïnspireerd raken. Maar we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Goed Bezig. Opnieuw een dikke merci aan ons publiek en uiteraard de twee gasten van vandaag, Hannes Koedenies en Pieter-Jan Bouten. Absoluut. En u weet het ondertussen, we sluiten straks nog af met een informatieve starterstip. Volgende week zijn we er trouwens opnieuw en met twee nieuwe gasten. En zijn jullie benieuwd naar deze gasten? Volg dan zeker onze social media op Instagram, LinkedIn en goedbezig.tv. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Ciao. Voor sommige beroepen heb je als starter één of meer vergunningen nodig. Controleer daarom voor elke zelfstandige activiteit die je opstart of je die bijkomende toelatingen nodig hebt. Je hebt bijvoorbeeld een leurkaart nodig als je van plan bent om goederen te verkopen in een marktkraam, in een foodtruck of op openbare plaatsen. Werk je met voeding, dan heb je een toelating van het Federaal Voedselagentschap nodig. Wil je ook alcohol serveren of muziek afspelen in je zaak, dan heb je daar ook weer een vergunning voor nodig. En zo gaat die lijst nog wel even door. Je vraagt deze vergunningen best tijdig aan en verlengt ze op bepaalde tijdstippen.